Zaterdagavond kon je in Hasselt deelnemen aan de eerste Q Run to You. Een nieuw loopevenement waarbij duo's een loopparcours van 5 kilometer afleggen langs een verlicht parcours met heel veel beats. Sam de Bruin en Heidi van Tielen waren de eerste die het parcours doorheen het centrum van Hasselt aflegden. Heftig, pittig, maar keileuk. Echt super, super tof. Ja, echt van de ene verrassing. Voor ons was het ook allemaal een verrassing van wat er ging komen eigenlijk van de DJ's en de muziek. En ja, ik heb ook heel hard gelachen met het break-up point en de break-up muziek en dan terug elkaar vinden. Ja, ik vond het zalig. Heel leuk. Sam, de sfeer is? Ja, de sfeer is fantastisch. Mensen moedigen elkaar hier aan, zoals je kunt zien en horen. Dat is het leuke eraan. Als je zelf een beetje moe begint te worden, dan voelt je al die liefde en die warmte rondom je. Dat is geweldig. Niet alleen Sam en hij die liepen de 5 kilometer, heel veel mensen schreven zich in voor dit nieuwe evenement. Onder hen ook tal van bekende Vlamingen, waaronder zelfs Kim Kleisters. Andy Peelman van de buurtpolitie schreef zich ook in. Andy is een ervaren loper, maar een loopevenement als de Q Run to You had hij nog nooit meegemaakt. Maar het was een super parcours. Hier en daar zo'n beetje wat modderig, maar ja, dat was met weer, maar super. Heel veel muziek en superleuke sfeer was de max. Dat was echt tof. Tussen de massa spotten we ook Maureen van Herbergen, die regelmatig in de nachtuitzending van Q Music te horen is. Zij schreef zich pas vrijdag in voor de Q Run to You. Ik heb zelfs gisteren pas ingeschreven. Ik dacht, ik ga toch nog meedoen, want ik was een beetje verkouden. Maar kom, we gaan niet flauw doen. We gewoon voor gaan. Ook Joke van der Velde en Eline de Munk waren van de partij. Twee ervaren loopsters, maar deze Q Run to You was voor hen ook een nieuwe ervaring. We hebben samen gelopen en ik heb toch sneller gelopen dan anders, dus het werkt aanstekelijk. Ja, we zijn eigenlijk allebei gewend van alleen te lopen. Ja. En tijdens lopen was dat ook zo. Loopte jij normaal gezien alleen? Ja, ik ook. Maar dat werkte wel. Omdat Joke ging dan op een bepaald moment sneller dan mij. En ik dacht, godverdomme, hè. Ik ga hier niet afgeven. Hè. En omgekeerd ook. Omgekeerd ook. Ja, het is grappig. Dus het was de 5 kilometer sprint van Joke en Eline. Ja.